In de TI-30, en het maakt niet uit welke letters erachter staan, kun je wel 7 getallen in het geheugen zetten. En ik ga je laten zien hoe je dat doet en hoe je hem weer kunt gebruiken. Dus zoals gezegd, 7 getallen. En dat zijn de variabelen x, y, z, t, a, b, c. En die zie je hier zo op deze knop. En even kijken, wat heb je nog meer nodig? Er is nog een knop die je nodig hebt en dat is deze, de STO, ofwel de store of opslaan knop. Oké, welke getallen wil je nou opslaan? Dat zijn getallen met heel veel cijfers, wat gewoon heel veel tijd kost om telkens weer opnieuw in te typen. Of bijvoorbeeld een getalletje wat je echt heel vaak gebruikt, 9,81 bijvoorbeeld bij natuurkunde of BTW 21%. Nou, ik wil een aantal dingen voorstellen. Voor scheikunde zouden we onder A het getal van Avogadro kunnen doen. Voor economie die BTW onder de B. En voor natuurkunde de C, lichtsnelheid en ga zo maar door. Alles wat in tabel 7 van de BINA staat. Oké, laten we even verder gaan. We gaan met deze hier, die gaan we erin zetten. Dus stap 1 is, je typt hem gewoon in je venster, als je nou denkt van, oké, hoe heb je dat erin gekregen? Nou, dit bolletje hier zo, dat zie je dan ergens hier in de rechterbovenhoek verschijnen. En als je daarop klikt, kom je bij zo'n video uit waarbij je zeg maar zo'n 10 macht erin kan zetten. Oké, ik heb het getal ingetypt en je ziet hier zo een rechthoekje. Dus hij staat te wachten van, doe maar, geef maar aan wat ik moet doen. Nou, dan ga ik op stoot drukken. Dat is deze knop hier. En dan zie ik dat dat getalletje wat ik heb, omdat hij zo lang is, heeft hij een beetje opzij gedrukt. En dan zie je dus hier een driehoekje, dat het nog een beetje doorgaat. En hier het pijltje. Zeg van, nou, kom erop, vertel maar waar die in moet. En dan druk je op die X, Y, Z, T, A, B, C. Dat is deze. En dan druk je gewoon tik, 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 tik. Net zolang dat je hier de letter van jouw wens, de A in dit geval, voorbij ziet komen. En als laatste doe je nog even enteren. En dan zie je dit verschijnen. Je ziet het pijltje en dan weet je dat is helemaal goed nu. Oké, B zouden we ook doen, hè? BTW. Dus dat doen we ook weer. 21 typ ik op 0,21. Ik druk op mijn sto. En dan laat je het pijltje zien. En dan druk ik heel vaak, dan komt de B voorbij. Nog een keertje op enter. En dan zet hij hier, zegt hij, ja hoor, ik begreep, ik zet hier 0,21. Zet ik neer. Dus nu weten we hoe we een getal onder een knopje van het geheugen kunnen zetten. Maar nu gaan we aan de slag en we gaan het getal weer uit het geheugen halen. Nou willen we bijvoorbeeld de BTW berekenen over 1000 euro. Nou weet ik dat dat 1000 keer 0,21 is, maar ik ga niet 0,21 typen. Ik ga lettertje B gebruiken, want ik weet dat die daaronder staat. Dus ik typ mijn 1000 keer. En dan druk ik net zo lang totdat de B tevoorschijn komt. Ik druk net zo lang op die X, Y met een hele hoop letters. En enter. Enter geeft me het getal 210. En dat is precies wat ik wilde hebben. En dat is de manier hoe je het eruit haalt. Kortom, in het geheugen plaatsen en met het geheugen rekenen doe je als volgt. In het geheugen plaatsen, eerst typ je getal in. Je drukt op sto. Net zo lang typ je op die knop totdat je de letters krijgt van jouw wens en dan druk op enter en dan zit die erin. Wil je eruit halen, dan typ je een getal en dan doe je keer of min of plus of gedeelte, weet ik veel wat. Dan ga je net zo lang typen op deze knop totdat jouw letter tevoorschijn komt. Je drukt op enter. Nou, en dit was de uitleg. Ik zou het fijn vinden als je zou abonneren. Blijf hem even hangen voor een paar suggesties voor andere video's die hier ook mee te maken hebben. Nou, tot de volgende video en doei!